Welkom allemaal bij alweer de laatste lunchlezing voor de zomer. Ik ben Elsmiek Aalpoel, ik ben projectmedewerker bij Heemschut en ik organiseer onder andere deze maandelijkse online lunchlezingen. Vandaag gaan we luisteren naar Gert-Jan Plets. Gert-Jan is docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht voor het departement Geschiedenis Kunstgeschiedenis. Hoi Gert-Jan. Gert-Jan heeft recent een onderzoek gepubliceerd in samenwerking met historicus Marin Kuyt over private financiering van onder andere bedrijven zoals de NAM in de rol hiervan in de museale sector. En hij gaat ons vandaag dus meer over dit onderzoek vertellen. Voordat we beginnen, zoals jullie misschien gezien hebben net, de lezing wordt opgenomen, zodat we dit achteraf op ons YouTube-kanaal kunnen publiceren, zodat het teruggekeken kan worden. Bent u liever niet in beeld, dan kunt u beter uw camera even uitzetten. En zoals u misschien ook al heeft gemerkt, heeft Angelique, mijn collega, ons allemaal net gemute. Dit zodat we goed naar Gert-Jan kunnen luisteren. Dus hou uw microfoon ook vooral op mute tijdens de lezing van Gert-Jan. Gert-Jan, misschien ook wel leuk om nog even te vertellen. Gert-Jan en ik kennen elkaar best wel heel erg goed, want Gert-Jan heeft vorig jaar mijn masterscriptie begeleid. Dus ik vind het heel leuk dat Gert-Jan hier nu is en dat hij dit voor ons wil doen. En Gert-Jan, de vloer is aan jou. Vertel ons maar meer over je onderzoek. Ik ben heel benieuwd. Hey, dag iedereen en bedankt Els en Miek voor de uitnodiging en ook voor de introductie. Wij hebben inderdaad recent een onderzoek gepubliceerd over de financiering van erfgoedinitiatieven door de private industrie en de problematiek daar rond. Dat is een heel klein onderdeeltje van een groter project die we doen. Een groter project die heet Carbon Cultures. En dat is een project die zich concreet bezighoudt met een heel brede vraagstelling rond de gas- en oliegeschiedenis van Nederland. En in dit project houden we ons ook heel sterk bezig met de erfgoedvraagstelling van hoe moeten we nu goed en kritisch omgaan met het energie-erfgoed van Nederland. En dan vooral het gas- en olie-erfgoed. Hè. We zeggen altijd vaak, ons selling point is de gaskraan gaat straks dicht. Gas en olie verdwijnt misschien wellicht in de toekomst. Hoe en waarom moeten we dat ook toekomstig en goed gaan borgen? Dus ik hoop dat mijn slide meegaat, want soms gaat die niet mee, maar nu zou ik de volgende slide moeten zijn. Eigenlijk wil ik in deze presentatie dit project breder in context praten, plaatsen en dan ook met jullie in discussie gaan straks hoe dat we om moeten gaan met het energie- en industrieel erfgoed van gas en olie in Nederland. Met deze presentatie zal ik eerst heel kort een beetje onze bredere vraagstelling van ons project toelichten. Een project die in volle ontwikkeling is, die al 2 jaar bezig is en steeds groter en groter wordt. Het tweede element dat ik in deze presentatie wil toelichten is een van de grootste problemen die wij zien met hoe de gas- en oliegeschiedenis van Nederland vandaag de dag wordt gepresenteerd en de erfgoedinitiatieven die er zijn. En dan een laatste issue die we willen presenteren is, we willen eigenlijk een beetje verder gaan nadenken in ons project over hoe we in de toekomst gas en olie en industrieel erfgoed in Nederland willen bewaren en presenteren. En kort wil ik de problematiek rond die bewaring kort presenteren. Ik denk dat mijn presentatie iets van 20, 25 minuutjes zal duren, dus ik ben vooral heel benieuwd straks op het einde van deze presentatie, of jullie feedback voor ons hebben, of ook of jullie initiatieven hebben, waarin we kunnen mee aansluiten, of dat jullie of feedback of kritiek hebben, want dat hebben we als wetenschappers altijd heel graag, om kritiek te krijgen. Wat is een van de aanleidingspunten voor dit project, over dat Carbon Cultures heet, is eigenlijk een bewustwording van de mensen in ons project, over de redelijk late protest en collectieve actie in Nederland tegen de gas- en olie-industrie in Groningen en maar ook breder de lange geschiedenis van gas- en oliegeschiedenis in Nederland. Ikzelf en enkele collega's werken al veel langer, die ook meedoen aan dit project, werken al veel langer op de problematiek van aardgas- en oliewinning in het buitenland. Ik heb bijvoorbeeld 12 jaar hiervoor in Siberië gewerkt rond Gazprom. En een van de dingen dat we in het buitenland heel sterk zien, is dat er een heel lange, krachtige geschiedenis is van protest van de bevolking tegen gas en olie. Dat heel sterke milieubeweging, die eigenlijk heel goed op een of andere manier wel die gas- en oliesector in bedwang kan houden.
Het klinkt misschien raar in dagen van de oorlog in Oekraïne. In mijn onderzoek in Siberië zie ik dat eigenlijk lokale minderheden al in de jaren 80, zelfs tijdens de Sovjet-Unie, heel succesvol waren in bijvoorbeeld de bouw van grote energieprojecten tegen te houden. Dus dat een van de aanleidingen van ons project en een van de vraagstellingen die denk ik centraal staat in ons project is, hey, waarom was Nederland toch relatief laat? Waarom is er zo relatief laat in Nederland een protest van de milieubeweging en een breed gedragen protest in de maatschappij tegen de olie- en gasgeschiedenis? Dus dat is een van de aanleidingen. En om dat eigenlijk verder te staven, zijn we met enkele studenten in het archief gedoken. En daarin zagen we eigenlijk al dat in de jaren 50 en 60 was er eigenlijk al heel veel protest en heel veel vraagtekens werden er geplaatst door de lokale bevolking van Drenthe en Groningen tegen gas- en oliewinning. Er waren al toen sterke aanwijzingen voor aardbevingen. En je ziet dat in de publieke opinie, in heel veel lokale kranten, dat er eigenlijk een grote discussie is, lokaal, over wat, gaat het tot aardbeving leiden, gaat gas- en oliewinning tot vervuiling leiden. En we zien plots vanaf de jaren 60, als die grote inkomsten uit de gasgeschiedenis de Nederlandse staat binnenkomen, sterft dat protest compleet uit. Het begint pas weer op met de aardbeving, vooral vanaf de jaren 2000, dat er weer een veel sterkere collectieve actie komt. En ook komt dan naar buiten dat de NAM al heel lang wist dat het tot de aardbeving zou leiden. Dus op een of andere heel... En dan springt de nationale media daarop, aardbeving. Konden we dat maar geweten hebben? We zien eigenlijk vanuit ons eigen onderzoek dat eigenlijk al vanaf de jaren 50, 60, dat er een groot bewustzijn wordt dat dit kon gebeuren. Dus in ons project stelt eigenlijk heel concreet de vraag van hoe komt het dat er zo na de jaren 60 een heel beperkte bewustzijn was en heel dat bewustzijn over die problematiek eigenlijk inkalft en sterft. En wij denken dat erfgoed en geschiedenis daar een belangrijke rol in speelt. Dus dat bewustzijn in de jaren 50 en 60 komt eigenlijk voort uit iets die toen heel sterk in de media was. Tussen de jaren 40 en 50 was er gas- en oliewinning in Long Beach in Californië. En daar zag je eigenlijk in een context die min of meer vergelijkbaar was met Groningen, dat er sterke bodemdalingen en aardbevingen waren door de gas- en oliewinning. En we zien eigenlijk in de jaren 50 en 60 is een sterke bewustwording en een sterke referentie in Drenthe en Groningen naar die aardbevingen in Californië. En plots gebeurt daar niks meer mee. Dus de bredere vraagstelling in ons project is natuurlijk die culturele en die sociale omgang met die gas- en aardoliewinning. Waarom is die in Nederland zo apart? En eigenlijk heel concreet, een van de dingen waar we vooral van stonden te kijken, toen we als internationale olie- en gasonderzoekers opeens actief werden in Nederland in ons project, is dat in ieder project, in ieder onderzoeks- en ieder museum die over gas en olie gaat in het buitenland, wordt er altijd constant gesproken over de Dutch disease. Ik zal straks uitleggen wat de Dutch disease is, maar bijvoorbeeld in het Noorse oliemuseum wordt er in het lang en het breed uitgelegd wat de gevaren en problemen zijn van oliewinning. En daar praten ze eigenlijk constant over de Dutch disease. En de internationale literatuur spreekt ook heel veel over de Dutch disease. Maar toen we hier actief waren in Nederland, als we over de Dutch disease praten, wist niemand over wat we het hadden. En ook in niets van de publieke interpretatie van gas- en oliegeschiedenis komt die Dutch disease naar voren. Dus dat vonden we eigenlijk heel, heel frappant, dat gans de wereld ziet Nederland als een petrostaat, dus een land sterk afhankelijk van de gassector en de oliesector en dienstpolitieke structuur die erachter zit. Maar blijkbaar ziet Nederland zichzelf niet als een petrostaat, of heeft Nederland zichzelf heel lang niet als een petrostaat gezien. Dus wat is de Dutch disease? Ik ben altijd over Dutch disease aan het praten zonder het uitleggen. De Dutch disease is eigenlijk het fenomeen waarbij dat je... Het is op politiek en op economisch vlak dat speelt. Ik zal eerst kort het economische toelichten. Is dat als je een heel sterke influx hebt van winsten uit de gas- en de oliesector, dat in de long term jouw economie daardoor minder competitief wordt. En dat hebben we gezien in Nederland rond de oliecrisis in de jaren 70, is er komt zodanig veel olie en gas geld binnen in de economie, dat geld wordt dan gebruikt om heel veel industriële sectoren die het heel moeilijk hebben, artificieel recht te houden. En dan wanneer dat die gas- en olie
inkomsten minder worden, dan zie je dat eigenlijk jouw economie, dat die sectoren die artificieel opgehouden zijn, bijvoorbeeld de industrie, dat die dan heel sterk instorten, omdat die opeens niet meer competitief en niet geforceerd worden en aangemoedigd worden om te innoveren. Dus in de buitenlandse literatuur wordt er vaak gesproken dat eigenlijk de Nederlandse economie macro-economisch armer geworden is door de inkomsten van de gas en olie, omdat het er eigenlijk voor gezorgd heeft dat de industrie daardoor eigenlijk ingestort is, omdat er genoeg geld kwam vanuit andere sectoren. Dus dat is ook altijd interessant. In de internationale literatuur wordt de gas- en oliesector besproken in Nederland als eigenlijk een macro-economische ramp. Terwijl dat lokaal spreken we altijd over, oh, dank u, gas en olie, het heeft ons enorm rijk gemaakt. Maar we zien eigenlijk in de long term dat eigenlijk Nederland net armer heeft gemaakt. Dus de Dutch disease heeft een economisch issue en het heeft ook een politiek issue, is dat als één iemand heel veel inkomsten genereert binnen de belastingen, dus de gas- en olieindustrie, dat die ook die industrie te veel macht heeft. Deze discussie was eigenlijk binnen ons project ook een aanleiding om echt heel kritisch en heel uitgebreid onderzoek te gaan doen naar die beleving van die gas- en die oliegeschiedenis in Nederland. Want volgens ons heeft de Dutch disease ook een culturele component. En die culturele component is in concreet wil dat eigenlijk voor ons zeggen dat er eigenlijk een cultureel anders over gas en olie wordt nagedacht dan in een andere context. En het is een slide van een museum in Nederland die geld ontvangen heeft van de NAM om een bepaalde installatie voor te stellen. En dat is ook gelinkt aan het kanon van Nederland. En daar zien we ook opnieuw dat verhaal naar voren komen. Hey, de gas, olie, welvaart. En dat eigenlijk de positieve dingen in heel sterk in de picture staan. En dat de negatieve dingen veel minder in de picture staan. Dus er is eigenlijk in Nederland, dat is heel interessant, en de cultuursector werkt er ook aan mee, een compleet ander begrip van de gas- en oliegeschiedenis dan hoe dat die internationaal wordt gepresenteerd en beleefd. En we hebben daarover een artikel geschreven, over die problematiek, van die presentatie van het verleden en van dat type verleden vandaag de dag in de maatschappij. Ik heb een QR-code. Als je nu je gsm pakt, word je automatisch naar ons artikel doorverwezen. Dus als je echt interesse hebt in de problematiek van cultuursponsoring en de invloed van de sponsoring van grote bedrijven op erfgoedinitiatieven, dan raad ik aan om de QR-code te scannen en in ons artikel na te lezen. En we zijn vooral geïnteresseerd in feedback. En een van de grote argumenten die wij eigenlijk maken, voorlopig in ons onderzoek, is dat een van de grote problemen rond het begrip dat in de maatschappij heerst van de gas- en de oliegeschiedenis, die komt eigenlijk vooral doordat de presentatie die vandaag de dag in het publieke domein gebeurt, die is vaak gesponsord of op een of andere manier heeft de gas- en de oliesector daar een heel belangrijke rol in te spelen. Als je bijvoorbeeld gaat gaan kijken naar het dorp Schonebeek in Drenthe, prachtig dorp, een van de eerste gas- en olievelden van de Nederlandse aardoliemaatschappij, van de NAM, dan staan er overal monumenten en uitlegbordjes bij oude ja-knikkers en dat is allemaal gesponsord door de NAM. Dus een van de argumenten die we nu maken, dat we zien, waarom onze opinie is dat de erfgoedpresentatie die van de dag centraal staat van de gas- en oliegeschiedenis in Nederland, die is heel sterk, laten we het zo zeggen, de sector heeft daar zelf aan meebetaald, aan die bewaring van dat industrieel erfgoed. Dus dat zien we zowel in musea, zowel in de publieke ruimte, maar ook bijvoorbeeld in heel veel boeken en literatuur die wordt geproduceerd rond de gas- en oliegeschiedenis van Nederland, dat die een sterke invloed heeft van de Shell. Deze twee boeken zijn fantastische boeken, heel goed geschreven. Ze zijn ook in een ander tijdsvak geschreven, maar die zijn ook gesponsord door de NAM. Dus de NAM is ook wel sterk geïnteresseerd in hoe dat ze zichzelf in de geschiedenis schrijven. Ik moet wel meegeven, die boeken zijn geschreven door collega's van mij. En als je die boeken erop naleest, okay, die zijn wel onafhankelijk genoeg geschreven, maar je ziet wel dat het bedrijf wel interesse heeft in zijn eigen geschiedenis te vertalen aan de buitenwereld. Dus dat is eigenlijk een groot erfgoedvraagstuk, die ook voor Heemschutters heel belangrijk is, van willen we iets gaan doen met die gas- en die energiegeschiedenis van Nederland? Met welke partners kunnen we in zee gaan en hoe moeten we met die partners omgaan? Want we zien
op vlak van erfgoed, dat ze heel actief bezig zijn met initiatieven te steunen. Op vlak van academische geschiedschrijving zijn ze heel actief, maar je ziet dat de auteurs en de academische auteurs daar eigenlijk wel goed weerwoord kunnen tegengeven. En ze zijn ook heel actief in erfgoededucatie. Nee, dus, hier heb ik een voorbeeldje van een van de vele schoolboeken die door de NAM zijn gesponsord over de gas- en oliegeschiedenis van Nederland, die bol staan van dergelijke vragen. Nee, de vraag voor kinderen. Aardgas is een fossiele brandstof. Fossiele brandstoffen raken op. Aardgas geeft van alle fossiele brandstoffen de meeste voordelen. Welke? En vaak worden die, die boekjes meegegeven aan bijvoorbeeld een bezoek aan een oude ja-knikker of een bezoek aan een kindermuseum over energie. Dus je ziet wel dat de sector heel geïnteresseerd is in zijn eigen geschiedenis te vertellen en te communiceren in het publieke domein. En ieder goed publieksboek, erfgoed publieksboek voor kinderen, heeft een klein opdrachtje. En de uitkomst van dit opdrachtboekje was een zin samenstellen. En de zin die naar buiten kwam was natuurlijk aardgas, bron van onze energie. Dus een nationale trots en zowel en ook een zekere vorm van perceptie van de geschiedenis van het bedrijf die centraal staat. Dus daarom was eigenlijk voorlopig nu mee bezig. Nee, welke geschiedenis en welk erfgoed wordt vandaag de dag gepresenteerd van de aardgas- en oliegeschiedenis? Hoe verhoudt deze zich met de internationale geschiedschrijving over dit onderwerp? En welke problematiek? En hoe moeten we daar in de toekomst op inspelen? Dat is eigenlijk wat we nu mee bezig zijn in ons project. Want met de problematiek in Groningen, de klimaatsopwarming, kunnen we eigenlijk niet langer meer dergelijke geschiedenis gaan presenteren op deze manier. Dus de vraag dat we echt mee bezig zijn is, nu dat er steeds meer gas- en olie-erfgoed aan het verdwijnen is, veel grote industrie en vervuilende industrie is aan het verdwijnen, er zal een dag zijn dat Pernis in Rotterdam sluit. Er zal een dag zijn dat heel veel aardgasinstallaties in Groningen verdwijnen. Hoe moeten we met dit erfgoed omgaan? En hoe moeten we dit aanpakken om dit op een kritische manier te doen? Dat we niet enkel het verhaal van de betaler, waarschijnlijk, van dat erfgoed meenemen, maar welk verhaal willen we in de toekomst bewaard hebben? Want het is de sterkte van erfgoed. Het is materieel en het forceert toekomstige generaties om na te denken over grote problematieken. En je ziet dat denk ik ook bij de aardgasproblematiek en de aardbevingsproblematiek in Nederland. Er zitten hier toekomstige lessen in voor toekomstige generaties. Over dat een overheid met energie moet omgaan, maar ook wat er kan gebeuren als we te enthousiast zijn, als we plots rijkdom ontdekken. Dus een van de dingen dat we nu in ons project mee bezig zijn, is we zien dat de hedendaagse voorstelling van dit verleden problematisch is. De vraag die nu is natuurlijk, van wat moeten we in de toekomst gaan doen? Welke agenda hebben we nodig om dit erfgoed te gaan bewaren? En we zien eigenlijk dat het al heel lastig is om een alternatief verhaal te gaan vertellen, want de bedrijven hebben al heel veel geïnvesteerd in hun eigen monumenten in de publieke ruimte. Ik weet niet of bepaalde mensen dit kennen, maar dat is de gasmolecuul die langs de autosnelweg staat in Groningen. Dat is een monument die door de NAM en de GasUnie zelf is gefinancierd. Die eigenlijk positief de gasrijkdom van Nederland herinnert. Het is ook heel interessant wat er nu met dit monument aan het gebeuren is. Het wordt net als koloniale standbeelden in België. Rechts hebben we koning Leopold II. Ook recentelijk had hij in Bristol dat standbeeld die in de haven werd gegooid. Je ziet eigenlijk dat in Groningen dit monument nu op dezelfde manier wordt behandeld als een koloniaal monument in Nederland, in België, in Frankrijk, in Duitsland. Dus de vraag die ik dan hierbij heb is, aan de ene kant, wat moeten we doen met dit monument? Wat moeten we doen met de presentatie die er nu al is in de publieke ruimte? Ik zou bijvoorbeeld heel mooi vinden om dit monument, die rood beklad is met autoverf, dus die Groningers waren super goed voorbereid, want ze hadden autolak gebruikt, doende dat het niet snel ging afgaan met de hoge drukreiniger. Maar wat moeten we nu doen met dit type protest die nu meer en meer opkomt? Hoe kunnen we dat maken dat dit ook erfgoed
ja, ook bestendigd en bewaard kan worden voor de toekomst. Dus bijvoorbeeld mijn grote droom zou zijn om deze gasmoleculen op een bepaalde dag gewoon van zijn sokkel te halen, maar dan net tentoons te stellen in het Groninger Archief, in het Groninger Museum, met de verf erop, en hercontextualiseren om eigenlijk ook die protesten, om een mooie beleving te maken rond die protesten. Er zijn steeds meer particuliere en semi-particuliere initiatieven die opkomen om de problematiek te herinneren in het publieke domein. Niet ver van de gasmolecuul staat nu het andere monument, of het alternatieve monument, ook wel soms het Meent van de Sluis monument geheten, die net de aardbevingsschade dan herinnert. Dus er zijn heel veel initiatieven die nu wel aan het opkomen zijn om dit verleden te gaan herinneren. Maar er is nog meer nodig in de toekomst om het gas- en olieverleden van Nederland te gaan materialiseren. En als je eigenlijk een kaart erbij neemt van Nederland, waar er allemaal gas en olie ooit ontgonnen is geweest, of nu ontgonnen wordt, dan zie je misschien wel op die plaatsen de barsten in de huizen, maar de pompinstallaties zie je eigenlijk totaal niet meer. Ik heb zelf moeten ontdekken dat er niet ver van Woerden blijkbaar ook een gasveld ligt, die denk ik nog niet in productie is. Maar je ziet dat er eigenlijk over de hele kaart van Nederland bijna heb je een restant van gas- en oliewinning. En die is eigenlijk verloren aan het gaan. Je ziet enkel nog een parking die afgezet is, doordat er een buis uit de grond komt. En dat is het enige die er nog is van erfgoedbeleving. Want dit toch heel nu, vandaag, relevante, van die heel relevante thematiek. Een van de problematieken die we dus zien is de huidige erfgoed die in de publieke omgeving staat, die is sterk gestuurd door de sector zelf. En een andere problematiek die we ook zien in Nederland, is dat Nederland heeft eigenlijk geen... Ik ben er nu niet als Belg aan het zeggen, ik woon al heel lang in Nederland, dus ik voel me al meer Nederlander ondertussen dan Belg. Ik heb al in 11 jaar niet meer in 10 jaar niet meer in België gewoond, dus ik ben nu een soort van Nederlander. Maar wat wij zien dus in Nederland, is dat wij eigenlijk niet zo'n sterke traditie hebben van industrieel erfgoed als andere landen. Dus dan, dat is een van de grote problematieken die we nu zien ook in ons project. Er is heel veel welwillendheid om het gas- en olie-erfgoed van Nederland te gaan bewaren voor toekomstige generaties. Maar er is eigenlijk geen traditie aan industrieel erfgoed. Er is een foto van de steenkoolmijn in Nederland. En in België waren we heel lui in iets te doen met dat erfgoed. We hebben gewoon een hek rondgezet en het te laten verkommeren. Maar in Nederland is eigenlijk het meeste kolenerfgoed bijvoorbeeld gewoon afgebroken geweest. Je ziet eigenlijk als je in Zuid-Limburg gaat, in Heerlen heb je nog een heel mooi en heel goed museum, maar je ziet dat er heel weinig industrieel erfgoed wordt bewaard. In Nederland vinden we toch snel industrie vuil. En we hebben liever een mooi, prachtig, gerenoveerd 17e eeuws pand dan dit vuile, moeilijke verleden. Het kost ook vaak heel veel geld om dit te gaan onderhouden. Dus eigenlijk in Nederland, van die weinige steenkoolbekken van Limburg, denk ik van die weinige plaatsen in Europa waar er een lange steenkoolgeschiedenis is, waar dat erfgoed, de referentie naar die steenkoolgeschiedenis, bijna compleet verdwenen is. Dus dat is een van de problematieken die we zien, is dat we institutioneel hebben we weinig ervaring en ook heel weinig interesse in industrieel erfgoed. Ik zeg altijd tegen mijn studenten, de dag dat Tata Steel sluit, die dag komt er. Wat gaan we doen met Tata Steel? Gaan we dat afbreken en gaan we de verstoorder, dus Tata Steel, laten betalen voor het op te ruimen? Wellicht zal het in de realiteit weer de Nederlandse staat zijn die alles gaat betalen. En dus wij. Of gaan we nu eens echt die industrie gaan bewaren, om de industrie te bewaren, de arbeiders een verhaal te bewaren, maar ook de vervuilingproblematiek te bewaren voor toekomstige generaties. Dus een van de problemen die we sowieso zien, waar Heemschutters een belangrijke rol kunnen spelen, is ook gewoon te maken dat de industrieel erfgoed echt hoger op de agenda komt in de Nederlandse erfgoedbewaring. Ik refereer daar altijd mee naar het Roergebied. In het Roergebied hebben ze de keuze gemaakt om wel te bewaren. Dit is een foto van het Zolverijn site bij Essen. En de Zolverijn mijnbouw site is zelfs werelderfgoed geworden. Dus daar is er wel een heel grote presentatie van het verleden. Een van de problematieken die ik hierbij heb, is dat het mijnbouwbedrijf nog altijd eigenaar is van van de site. En het mijnbouwbedrijf is nu de hoofdaandeelhouder van Evonik, een van de grootste petrochemische concerns in Duitsland.
Dus het is altijd heel moeilijk om industrieel erfgoed te gaan bewaren, maar je moet met private partners samenwerken. Dus er is heel veel ethische problematiek daar rond. Maar het is wel belangrijk toch dat we nadenken en een policy kunnen ontwikkelen van hoe dat we iets gaan doen met industrieel erfgoed. Want het is via industrieel erfgoed en via het industrieel erfgoedverhaal van de gas- en de oliegeschiedenis dat we eigenlijk ervoor kunnen zorgen dat toekomstige generaties actief en heel doelbewust kunnen beleven wat er eigenlijk gebeurd is in Groningen. Dus de problematiek is eerst de bestaande infrastructuur is al heel sterk ingevuld en gekleurd. Een tweede problematiek die we zien bij het heemschutten rond industrieel erfgoed is dat er geen traditie is. Die traditie is niet, vooral institutioneel is er geen traditie. En een derde probleem die we niet mogen vergeten rond gas- en oliegeschiedenis, erfgoed, is dat die eigenlijk heel gedematerialiseerd is. Die is heel beperkt materieel. Een steenkoolmijn heb je de schacht, heb je de kooksfabriek, heb je de terriel die volgt met stukken steenkool of stukken niet-steenkool. En dus de steen rond steenkool. Maar gas- en oliewinning heeft eigenlijk een volledig andere materialiteit. Oliewinning is nog maar een ja-knikker. En heel veel buizen en raffinaderijen. Maar eigenlijk gas is eigenlijk de type gas die in Groningen zit. Dus ook de economisch meest interessante gaswinning. Is eigenlijk gewoon praktisch een buis in de grond steken. En gas daar luiden uitkomt. Dus je zou eigenlijk heel sterk de vraag kunnen stellen. Wat is nu eigenlijk gas- en olie-erfgoed? Wat moeten we gaan bewaren? Is er iets interessants dat we kunnen bewaren van die gasinstallaties, want er is nu een foto links van een NAM-gasinstallatie. Eigenlijk is dat dus niet zo monumentaal. Eigenlijk is dat heel ongrijpbaar erfgoed. Ik moet ook wel zeggen, de NAM doet er alles aan om hun eigen erfgoed wat te verduiken. Als je kijkt naar deze foto links, zie je al dat ze heel strategisch een bosje rond de site hebben geplaatst. Dus materieel is dat heel lastig om in aanraking te komen vanuit de publieke ruimte met dit erfgoed. Maar dat is ook een van de problematieken die Timothy Mitchell, een heel bekende geograaf slash antropoloog, beschrijft, is dat kool als energiebron heeft een sterke materialiteit. Je bent verplicht als bevolking om daarmee om te gaan, om daarover te reflecteren. Maar gas is onzichtbaar. En doordat gas zo onzichtbaar is, is het vaak moeilijk om daar in protest mee te komen. Om daar actief een opinie over te vormen, actief ook om daar erfgoed rond te creëren. Dus dat is een van de derde problemen die we zien, waar we nog altijd geen oplossing voor gevonden hebben. Misschien moeten we voor de bewaring van de gas- en oliegeschiedenis van Nederland niet kijken naar de gasdingen zelf. Vaak is het enige dat je ziet in een veld dit. Ik weet niet perfect wat dit is, maar dit heeft eigenlijk een heel beperkte monumentale erfgoedwaarde. Hier kan je wel een interpretatie rond doen. Belangrijk dat dit bewaard wordt. Maar ja, je kan hier geen beleving rond doen. Dus dat is een van de dingen dat we heel hard nu overluiden op aan het nadenken zijn van hoe kunnen we nu dat verleden toch materialiseren als erfgoed, zodat het bewaard wordt voor de toekomstige generaties. Moeten we wel deze injectorpompen gaan bewaren? Of moeten we dan eerder gaan kijken naar huizen die bijvoorbeeld door de aardgaswinning vernield zijn geraakt? Moeten we die misschien gaan bewaren? Want al die huizen worden nu ook afgebroken en er worden nieuwbouw Almere-achtige huizen geplaatst daar. Dus dat is een problematiek die speelt. Dus ik ben wel benieuwd hoe jullie daar een opinie over hebben. Wat doen we in ons project? In ons project zijn we met verschillende dingen bezig. We zijn eerst en vooral ook bezig met het documentair erfgoed van de gas- en de oliegeschiedenis te verzamelen. Dat gaan we in de toekomst samen gaan doen met met de Groninger Archief. Dus er worden nu een heel grote hoeveelheid archieven geproduceerd, van correspondentie met de NAM, van alles en nog wat, van informatie van de oliebedrijven, maar ook van persoonlijke problemen en persoonlijke reflecties over de oliegeschiedenis. En die zijn we nu vooral aan het veiligstellen. Dus we willen echt een bewustzijn creëren, lokaal in Groningen, Drenthe en daarbuiten, dat het documentair erfgoed belangrijk wordt geacht. En dat het niet, als er iemand zo klaar is met de NAM, dat al die papieren in een doos worden gestopt en worden naar de milieustraat gebracht om het te vernietigen. Dus dat is een van de eerste dingen dat we nu doen in ons project, is dat we eigenlijk die historische data die er is gaan bewaren. We hebben nu al een website, carbonculture.org, waarin dat we dus al die informatie proberen online te plaatsen.
Daarnaast zijn we ook bezig met een oral history project. We hebben nu in Loppersum en in Schonebeek heel veel interviews afgenomen van verschillende mensen die met de aardgas- en oliegeschiedenis te maken hebben. Dus ook met oude NAM-medewerkers. En die oral histories zullen ook binnenkort op onze website komen. En ook in het Groninger Archiefraad pleegbaar zijn. En ten laatste hebben we dan ook een podcast die wordt gemaakt door onze studenten, waar we op het einde van de maand een eerste aflevering hebben. Dus dat toont heel mooi hoe dat oral history, erfgoed, dan eigenlijk een mooi product kan worden om toch een soort herinneringscultuur te gaan creëren. De laatste slide is een van de initiatieven die we nu willen gaan ontplooien in de toekomst. Die materialiteit is een heel groot probleem van erfgoed. Dus onze opinie is eigenlijk dat we een soort nieuwe erfgoedobjecten moeten gaan creëren om die geschiedenis te gaan herinneren. En daarin willen we eigenlijk gaan samenwerken met artiesten die eigenlijk op zoek gaan naar alternatieve en creatieve manieren om dat erfgoed toch visueel sterker te maken. Een van de partners die we op het oog hebben is de Fossil Free Culture. Die was in het begin heel, heel activistisch tegen de invloed van de gas- en olieindustrie op de cultuursector. Maar die zijn nu ook steeds meer geïnteresseerd aan het worden in van hoe kunnen we nu maken dat ons verhaal voor de toekomst aantrekkelijk kan blijven. Dus we willen in de toekomst ook echt met de artiesten, lokale artiesten gaan kijken of dat we zo naast zo'n pompstation, bij wijze van spreken, niet een mooie installatie kunnen creëren die ook deze geschiedenis kan doen. Dus dat was mijn verhaal. Ik denk 25 minuten. Dus ja, ik ben open voor vragen als dat voor jullie goed is. Ja, dankjewel Gert-Jan voor het verhaal. Ik vond het heel interessant. Ik had het artikel ook al gelezen. Ik vond het leuk om het zo nog even verder toegelicht te krijgen. Ik heb zelf eigenlijk wel een vraag. Ik vond het gasmolecuul, het bekladde gasmolecuul, vond ik wel echt heel interessant ook om te zien. Maar ik vroeg me vooral ook heel erg af, hoe werd daar eigenlijk op gereageerd vanuit de NAM zelf? Zijn ze het nu aan het schoonmaken of laat ze het zo? Of ja, wat is daar nu mee? Wat doen ze daar nu precies mee? Ja, ik denk dat monument, dat is ook zo'n beetje raar, hè? Die olie- en gasbedrijven die maken dan een soort erfgoedobjecten, monument, en die worden dan eigenlijk eigendom van de staat. Dus het wordt dan ook voor de lokale overheid een soort verplichting om daar iets mee te gaan doen. Dus ik denk dat de lokale overheid het ondertussen heeft schoongemaakt. Maar ja, ik kom zelf oorspronkelijk uit België en het is een soort jaarlijks ritueel om van Leopold II een hand af te zagen of een emmer rode verf erover te gieten. Erfgoedactivisme is ook een heel belangrijke manier om het erfgoed te gaan beleven. Dus ik denk dat er dat het misschien ondertussen is het al lang weer beklad. Ze zijn wel heel hard bezig met hun imago. Toen ik eens heel harde kritiek had op bepaalde voorstellingen, dan heb ik toch wel contact gekregen. Ik ga er nu niet verder over uitbreiden wat erin stond, maar de Shell was wel heel proactief om me te wijzen op bepaalde interpretaties die wij maakten, dat die niet correct zijn. Dus ze zijn wel bezig met... Het geeft hun aandacht hoe ze worden gepresenteerd in de publieke ruimte. Ja. Dankjewel. Hebben andere mensen misschien ook nog een vraag voor Gert-Jan? Nee, ik zie niemand, hè? Ook niet in de chat. Nee, ik vond dat echt heel erg interessant. Dus het zet je aan het nadenken, zeg maar, over hoe je als land met je culturele, industriële erfgoed moet omgaan. Dat vind ik ook mooi, bijvoorbeeld bij het NC-terrein, wat zo veelomvattend is. En dat je daar ook goed mee moet gaan. Nee, ik denk echt dat we als in Nederland een kans gemist hebben om de mijnen in de tijd allemaal af te breken. Bijna allemaal af te breken. Op dat moment is denk ik heel belangrijk om actief in dat debat betrokken te zijn als geemschutters en als erfgoedgemeenschap. Op een bepaald moment wordt een industrieel terrein opgeruimd worden. En ik vind het ook heel goed dat het opgeruimd wordt, want dan moet het bedrijf vaak betalen om hun vervuiling op te ruimen. Ja. Dus aan de ene kant, op dat moment zelf, is het heel belangrijk dat ze gaan opruimen. Dus die milieubeweging wil echt opruimen. En dat is heel goed. Maar het is denk ik heel goed om als heemschutters en als erfgoedgemeenschap ook betrokken te zijn.
Want als we alles gaan opruimen, dan restaureren we de geschiedenis, maar dan gaat het uit ons collectief geheugen. Ja. Ja, ik vind het ook zo leuk, juist als er bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk is, dat er zo'n grote fabrieksschoorsteenpijp nog staat, bijvoorbeeld. Dat vind ik ook altijd bijzonder. Ja, maar een van de problemen dat ik daar dan ook bij zie, ik vind dat ook heel leuk, maar vaak wordt het een soort beetje gentrified. Hè? In Utrecht heb je dat ook, dan heb je een soort pakhuis of een gasfabriek. Maar je moet ook, wat ze in Duitsland wel heel goed doen, in het landschapspark Duisburg. Duisburg is een vuile staalindustrie. En die hebben ze ook echt vuil gelaten. Want als je het herverpakt, dan wordt het ook een soort nostalgie naar een industrieel verleden. Dus dat is altijd een beetje een uitdaging om als erfgoedgemeenschap daarbij betrokken te zijn. Ja. Nou, ik moet ook zeggen... ik vind het ook wel goed dat jullie dus ook oral history hebben gebruikt. Dat is natuurlijk een hele goede methode om onzichtbaar erfgoed, zoals dus gas, juist ook materieel te maken door met mensen in gesprek te gaan en door die verhalen te documenteren. Dus ik ben ook wel heel benieuwd naar de podcast. Waar kunnen we die op luisteren? Komt die gewoon op de website van de UU of kan het op Spotify? Of... Ja, dus we zijn nu, de eerste is bijna klaar van onze studenten. En de eerste aflevering gaat over het gasmolecuul. Dus het gaat over de verschillende visies op het gasmolecuul en op het alternatieve monument. En die wordt op onze website gelanceerd. En hopelijk wordt dat ook een beetje opgepikt in de nationale, regionale... Dus op carboncultures.org. Ja. Daar komt die op. Ja. Dus daar komt die op. En we zijn nu... een van onze studenten is nu zijn scriptie aan het afronden. Dus we kunnen hem nu niet vragen om nog te gaan mixen. Maar op het einde van de maand, begin juli, zult hij online staan. Leuk. Oké. Verder nog opmerkingen, vragen? Ik denk het niet. Nou, dan heel erg bedankt, Gert-Jan. Ik vond het echt heel interessant en ook leuk om over je onderzoek te horen. Ik hoop dat iedereen nu het artikel ook gaat lezen, denk ik wel, om er meer over te weten. En dan, dit was dus de laatste lunchlezing voor de zomer. De volgende lunchlezing zal plaatsvinden op donderdag 1 september. Dus schrijf het vast op, gewoon dezelfde tijd, 12 tot 1. En de volgende lunchlezing zal gaan over de Catalina. Dat is een vliegtuig. Het zal onder andere gaan over het Catalina-vliegtuig dat in 2019 verkocht is naar Amerika. Dat is het vliegtuig dat nog kon vliegen. Maar het zal ook gaan over de Catalina die nu in Nederland is. Het is een vliegtuig die niet meer kan vliegen, maar die ze nu aan het restaureren zijn. Dus dat wordt ook weer iets heel anders, maar dat wordt denk ik ook weer een hele leuke lezing. Dus iedereen bedankt voor uw aanwezigheid en ik hoop tot september. Oké.